Goedemorgen allemaal. Welkom weer bij een nieuwe live-uitzending. Op de zaterdagochtend, vanmorgen weer gewoon even een creatief uurtje. Ik heb eigenlijk niet echt wat voorbereid. Ik heb alleen heel veel spullen gepakt. En we gaan wel zien wat voor spullen we allemaal gaan gebruiken. En wat er uit onze handen gaat komen. Ik denk dat het gewoon een uurtje lekker testen wat. Kijken van hoe inktjes uitpakken, wat je ermee kunt. En ja, wie weet wat het uiteindelijk wel een creatie, maar we gaan het zien. Ik was van de week, toen kwamen de nieuwe VersaFine inktjes bezig. En toen had ik zoiets van, ik had allerlei kleurenkaartjes even gemaakt. Ik denk, maar ik doe eigenlijk veel te weinig met stempels en met inkten. Ik ga gewoon even lekker een uurtje aan het kliederen. Nou, zoals ik al zei, afgelopen week kwamen dus VersaFine inkten binnen. En er zijn wat hele mooie nieuwe kleurtjes uitgekomen. We hebben ze nog beperkt op voorraad. Ik hoop binnenkort weer een nieuwe zending binnen te krijgen. Nou, ik ga straks even kijken met welke kleurtjes ik daarvan wat ga maken. En welke techniek we erbij gaan doen. Nou, er zitten hele mooie kleuren bij. Ook heel mooi voor de kerst. Een hele mooie bruine. Nou, en dit zijn al de bestaande kleurtjes. Daar heb ik ook even allemaal voor mijzelf een kleurenkaart van gemaakt. Ik denk, ik moet dat nu toch maar een keer doen, want ik had dat nog steeds niet gedaan. Ja, het is toch wel een stuk makkelijker. Heb ik daarna ook gelijk voor al mijn archival inktjes gedaan. Ik heb er nog veel meer, ik weet niet. Oh ja, ik wil eens zeggen, ik moet er nog veel meer hebben. Dit zijn de nieuwe kleuren van de Dilutions. Oh, daar kan ik die wel gelijk even laten zien. Daar zit ook, dit zijn die mini archival inkten. Wie weet gaan we die straks ook wel gebruiken. Daar zitten dus ook weer hele mooie kleurtjes bij. Dat zijn de laatste drie nieuwe setjes. En dit is dus echt een hele fijne watervaste inkt. Nou, ook deze kleur, die cranberry juice, moet je zien wat een mooie kleur. Nou, die had ik dus gemaakt. En ik heb ook gelijk van al mijn andere archival inkten. Deze zijn dus van Distress kleurtjes. Heb ik ook allemaal kleurenwaaiers gemaakt. Het was een hele klus. Ik heb nu alleen de mini inktjes gedaan. Ik moet de grote inkten nog. Maar ach, dat komt allemaal vanzelf wel. We moeten wel iets grotere ringen aanmaken, want deze zijn net iets te klein. Vanmorgen wil ik eigenlijk een beetje aan de slag gaan met de stempeltjes uit de Walden Free collectie. En ik wil even een paar voorbeeldjes nog laten zien. Dan hebben jullie in ieder geval ook alvast weer wat inspiratie. Dit is dus gedaan met die mooie achtergrond, die bloemenstempel. Deze heb ik tijdens een live gemaakt. Nou, dit is ook met de achtergrondstempeltjes gewoon in een lekker pasteltintje. En dan wat vellum erbij. Ik heb al een setje ATC coins gemaakt. Dus van de grote achtergronden kun je ook weer kleine ATC'tjes maken. Dus dat is ontzettend leuk. Nou, ik heb deze nog gemaakt. Dat is ook gewoon, ja, weet je wat je ook kan doen? Je kan hier ook weer allemaal kleine kaartjes van maken. ATC'tjes van maken. Een dieptekaart van maken. Ja, je kan er van alles mee. Je kan hem in je planner doen. Nou, deze heb ik ook. Deze is met een Molotov sketchje markers gedaan. Dit is ook met die mooie achtergrondstempel van de bloemen. Deze is gedaan met de achtergrond van de bloemen. Nou, je kan op kraft kan je heel goed stempelen. Even kijken. En naar aanleiding van een live van Joyce Tresor ben ik ook nog even met de mask stencils aan de slag gegaan. Ook geprobeerd met een lekkere felle groen. Dus ja. Dat zijn een beetje de dingen wat ik tot nu toe had uitgewerkt. En toen dacht ik, er moet nog veel meer mee te doen zijn. Dus we gaan ook gewoon nog even een stukje verder spelen. Wat we dan vanmorgen gaan doen, nou ja, eigenlijk weet ik het nog niet zo heel goed. Ik weet ook nog niet zo heel goed wat voor techniek ik wil gaan doen en wat voor... Even kijken, ik moet even bedenken wat ik ga doen. We gaan als eerste iets maken met de jelly plate. Ik ga daar even een
even zien of ik dat hier zo heb liggen. Dat gaan we doen op een slimline kaart. Ik heb nog wat papier liggen van Lavinia. Dat is het Multivarius Smooth en Supreme. Dat is gewoon een hele gladde stempelinkt. Ik heb nog van die leuke kleine jelly plates. En even kijken. Ik denk haast dat ik de ronde ga doen. En dan gaan we daar omheen wat stempelen. Even kijken. We gaan... Ja, wat voor kleur? We gaan even aan de slag met... Zullen we de achtergrond een beetje roze gaan maken? En dat we dan straks met voornamelijk groen erbij gaan stempelen. Dat is misschien wel leuk. Pakken we baby pink en deze roze. Nou, ik heb al heel lang niet meer met de jelly plate gedaan. Dus ik moet even weer ook een beetje handigheid mee krijgen. Nou, je kan die VersaFine inkt gewoon ook lekker aanbrengen met de breien. En weet je, de achtergrond hoeft niet perfect te zijn. Waarschijnlijk als we dit een beetje leuk uit gaan vegen, hebben we straks ook aan de andere kant nog een mooie tweede print. Want meestal worden dit soort afwrijf... hoe noem je dat? Afwrijfblaadjes nog het mooiste. Even kijken. Ik denk dat ik het wel leuk vind om er toch ook nog een mask stencil weer op te gaan gebruiken. Dat is er ook een uit de Victorian Dreams collectie. Ik ga hem eventjes aanduwen. Nou ja, en dit is straks gewoon een verrassing hoe het eruit komt te zien. Deze halen we eraf. En ik ga hem ongeveer daar plaatsen. En dit wordt gewoon lekker een lichte achtergrond, hoop ik. Kijk eens, dan krijg je gewoon echt een, ja, hoe zal ik het zeggen, gewoon een beetje een abstracte achtergrond. Dat is ontzettend leuk en daar kunnen we dan weer langs heen gaan stempelen. We gaan dan met een script een klein beetje buiten de lijntjes stempelen. Dus nu gaan we gewoon een klein beetje een achtergrondje erbij opbouwen. En wat mij wel leuk lijkt is om een klein beetje van die paarse kleur ook langs de zijkanten nog te gaan blenden. Dan pak ik er gewoon even een blending tooltje bij. Dan gaan we de randjes een klein beetje roze aanzetten. Dus dat de kaart niet meer helemaal wit is, maar dat er gewoon een klein beetje wat op de achtergrond te zien is. Ik ga straks ook nog hier met een pen even een lijntje langs heen trekken. Dat komt allemaal nog. Een klein beetje van die. Ik wil ook nog een klein beetje... Donkere paars. Of donkere roze is het eigenlijk.
Eigenlijk is het geen hele spectaculaire, spannende achtergrondkleur voor mij. Hè? Ik weet niet of jullie het ondertussen al een beetje zat zijn dat ik veel in roze doe. Kijk, ik denk dat ik hem hier wit laat en dat ik hier dan straks ook nog een leuk bloementoefje bij ga maken. Het kan zijn dat we daar straks nog anders over gaan denken. Maar dat zien we dan wel weer. Hier overheen kan wel een mooie filmstrip. Ga ik die even aan de kant leggen. De filmstrip ga ik in een... Even kijken. Ik denk in een beetje een lichtbruine kleur. En dat wordt de kleur Sand Dune. Deze keer niet met de stempelhulp aan de slag, maar gewoon lekker met een acrylblokje. Die komt daar. En die ga ik ook een keer afstempelen en dan komt hij ietsjes lichter ernaast. Kijk, die zit nu gewoon heel lichtjes in de achtergrond. De ene keer zal het afstempelen wat donkerder zijn dan de andere keer. Ik vind ook dat hele lichte wel ontzettend leuk. Dan gaan we er een groene bij pakken. Ik denk eens dat ik de kleur spruce ga pakken. En de kleur avocado. Die ga ik eventjes apart leggen. Even kijken, dan gaan we daar wat takjes mee stempelen. Dan moet ik daar even een klein acrylblokje voor hebben. Ik dacht dat ik nog wat... Ja, ik had wat meer acrylblokjes. Even kijken, ik denk dat ik ga beginnen met dit takje. Ja, het zal waarschijnlijk wel een beetje een volle bak gaan worden hier, dat ik straks heel veel verzameld heb. Maar dat zien jullie wel. Dit is met de jelly plate gedaan. Even kijken, ik ga proberen om een klein beetje die cirkelvorm hier aan te... Of te volgen. Daar komt een takje. Even kijken, ik wil 3 takjes hebben. Dus ik leg die donkere. Die leg ik gewoon nu eventjes op ongeveer die cirkellijn. En die andere die leg ik ernaast. Nou, moet dit helemaal precies? Nee hoor. Dat gaat toch niet lukken. Daar zijn wel allerlei andere handige hulpjes voor. Maar ja, die hulpjes die heb ik hier niet. Of tenminste heb ik hier niet. Nee, dat is onzin. Ik heb ze wel. Maar dan zou ik ze er nog bij moeten pakken. Even kijken. Ook bij deze ga ik een beetje de lijnen weer volgen. Kijk, en die stempel ik er net weer naast. Even kijken. Ook die ga ik iets afstempelen. En die leg ik ietsjes naar achteren. En ik ga gewoon eigenlijk een soort van cirkeltje opbouwen. En dan ga ik gewoon die 3 dingen, hou ik gewoon even 3 lijnen aan. Wie weet dat het straks nog wel anders wordt. We shall see. Even kijken. Daar ook nog 1. Nou, die avocado is ook wel echt een ontzettend leuke kleur. Kijk, ze hebben al leuk wat takjes. Nou, we hebben nog veel meer takjes natuurlijk. Ik wil ook nog wat van dit leuke takje. En eigenlijk vind ik die te lang om overal weer nog tussen te doen. Die wil ik... Ja, ongeveer tot daar. Dus gewoon niet helemaal beinkten.
Want anders was hij mij ietsjes te lang. Die laat ik weer iets naar binnen vallen. Dus je hoeft niet de hele stempel te inkten. Ja, ik woon vlakbij het centrum. En het is inderdaad, ja, ik heb de deur lekker openstaan. Dan kan Olly ook lekker naar buiten, naar zijn krapaal, als hij wil. En ja, het klinkt hier altijd gezellig. Er rijden altijd veel auto's langs. Nou, rond etenstijd, ja, ik zit naast een cafetaria, dus dat is natuurlijk altijd gezellig. Kijk, het is natuurlijk ook leuk om hier straks een bloemetje of iets dergelijks nog weer tussen te doen. Ook hier moet nog iets komen. We hebben natuurlijk ook nog onze... We hebben nog postzegeltjes die erbij kunnen. Ik heb hier ook nog een heel leuk... ja, het is een soort takje. Een roze takje. En die stempelen we er weer tussendoor. Moet je daar heel veel van zien? Nee hoor. Het gaat gewoon een beetje om het idee. Ja, stempelen. Ik vind dat vaak ook lastig en ik wil dat ook te perfect. Maar ja, weet je, stempelen dat krijg je gewoon niet perfect. Tenminste, kan wel. Maar dat hoeft niet. Even kijken. Vind ik het leuk om deze er nog bij te doen of niet? Nee. Ik ga nog wel een... vlindertjes stempelen. Die vlindertjes die gaan lekker buiten ons buiten de afbeelding. En die ga ik even één keer afstempelen. Dan komt er daar één. En daar één. En die komt dan weer helemaal lichtjes erop. Hier onderaan nog één. En ik denk dat we er daar bovenaan in het hoekje ook nog één gaan doen. Dus ook eerst weer even afstempelen. Ik vind juist dat schaduwstempelen altijd zo ontzettend leuk. Even kijken. Hier kan een leuk bijtje nog op. Er zit ook een heel leuk bijtje bij. Dat bijtje, die mag van mij wel in iets donkerdere bruin. En dat wordt de Portobello. Dat rondje van de Jelly Plate, volgens mij is dit een... ja, deze komt uit dat mini setje. Ik denk dat die... Ja... 8 of 9 centimeter is. Maar ik zal zo even kijken. Die komt er twee keer op. Nou, hier komen straks nog leuke bloemetjes op. Ik wil hier misschien nog een leuke tekst op gaan stempelen. En ik zit nog te denken, wat ga ik daar doen? Ga ik daar nog blaadjes doen of gaan we dat niet doen? Misschien is het wel leuk om... Ja, ik ga toch nog even... Ik ga daar een klein beetje mee stoeien. Ik wil toch ook naar de andere kant nog wat takjes maken. En die ga ik er zo weer tussen doen. Kijk, dat wordt wel weer leuk. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind dit altijd heel lastig en ik moet ook altijd even een beetje zoeken. En ja, ik wilde dit voorbereiden vanmorgen en ik denk, ja, maar weet je, dit kun je helemaal niet voorbereiden. Want ja, stempelen moet eigenlijk gewoon spontaan gebeuren. En ja, toen had ik vanmorgen zoiets van, ik had ook nog een tasje liggen met spulletjes wat ik eigenlijk... uit moest zoeken even. En toen kwam ik weer van allerlei dingen tegen. En toen in één keer ging mijn brein weer alle
kant op, behalve de goede kant. Nu we het daar toch over hebben, over dat tasje. Ik ga even deze dicht doen en deze dicht doen. Misschien vinden jullie het wel leuk, want wat kwam ik dus in dat tasje nog tegen? Nou, sowieso deze, maar die is uit een vorige live. Ik kwam nog allemaal achtergronden tegen. Ja, en jullie weten wel, ik heb echt geen tijd om hier allemaal wat mee te gaan doen. Terwijl ze wel ontzettend leuk zijn. Het zijn gewoon basisachtergronden, distressoxide. Er zit alcohol inkt bij, er zit met mask stencils al bijgewerkt. Is allemaal uit die speellives wanneer ik gewoon dingen uit ging testen. Nu had ik zoiets. Misschien vindt iemand van jullie het wel leuk om dit nu tijdens de live te winnen. En om er zelf iets mee te gaan maken. Dus mocht iemand dat leuk vinden. Geef dan gewoon even een reactie hieronder en dan verloot ik er straks gewoon even zo'n setje. Wat ik toen ook zag, en toen werd ik weer helemaal enthousiast. Die doe ik nog eventjes niet weg. Kijk, deze. En dit is met die gilding flakes. Oh, toen kreeg ik gelijk kriebels van. Oh, daar wil ik wat mee doen. Maar goed, gilding flakes lagen nu niet op, stonden nu niet op de planning. Misschien is het leuk om daar een bloempje op te stempelen. We kunnen deze bloempjes natuurlijk ook stempelen en uitknippen en hierop doen. Of dat we zeggen van we gaan een vlindertje stempelen. En die gaan we uitknippen. Dat is misschien ook nog wel leuk. Vlindertje gaan we gewoon even op ons restantje doen. Oh, ik zie in één keer iets anders leuks wat er zo meteen ook nog bij op gaat. We gaan het vlindertje niet met zwart doen, maar gewoon in een beetje roze. Oh, dan moeten ze natuurlijk wel drie hebben, hè. Moeten we zo meteen ook nog spetteren. Dat moet ik ook niet vergeten. Ik lood straks wel gewoon even een keer aan iemand die het wint. Kijk, het is wel heel erg leuk om die vlindertjes er zo weer op te doen. En dan een klein stukje roze borduurgaren of zo eronder. Oh, dat lijkt me wel weer leuk. Dan gaan we zo eens even kijken of we een leuke tekst nog kunnen verzinnen voor in het middelste gedeelte. En eigenlijk wil ik die leuke klok er ook nog wel bij op. Dus een vlindertje komt daar. En dan moeten we er nog even één weer stempelen. Nou, ik zie dat ik in ieder geval die achtergrondjes al wel kwijtraak. Daar hoef ik niet bang voor te zijn. Dan ben ik natuurlijk wel nieuwsgierig wat jullie er ook mee gaan maken. En het zou dan natuurlijk wel leuk zijn als jullie het ook in de groep dan laten zien. Ik heb nu dus ook weer gewoon een achtergrond waar lekker veel wit op zit. Ik merk aan mezelf dat ik momenteel heel veel met wit ook werk. En ja, ik weet niet precies, maar ik denk dat het een beetje heeft te maken met dat ik gewoon een beetje, ja. Wit geeft voor mij rust en ruimte en ik denk dat dat een beetje meespeelt. Even kijken, een tekst. Heb ik nog iets van een tekst hier in de buurt liggen?
vind die postkaart op zich ook nog de leukste bij. Want het is natuurlijk wel een postkaart, hè? En die postkaart die kunnen we ook heel lichtjes daar in de achtergrond gaan doen. En lichtjes in de achtergrond, dat betekent dat ik dus eerst even een keer ga stempelen. Dat ik hem even een keer af ga stempelen. En dan komt hij daar. En hij komt ook hier onderaan. Het zit er denk ik. Ik vind die klok zo ontzettend mooi. Kan die klok nog ergens? Kan ik daar nog wat mee? Zou kunnen. Maar dan moet ik hem ook eerst even goed afstempelen. En dan niet te veel druk erop zetten. Gewoon. Kijk, hij zit nu gewoon heel lichtjes hier in de achtergrond. Dat vind ik ook wel leuk om dat daar nog een beetje te doen. En daar nog een beetje. Dus het wordt gewoon een beetje een viezigheidje. Maar dat geeft niet. Ik ga nog een stukje van deze erbij stempelen. En die komt hier nog half doorheen. Ik vind het helemaal leuk. Oh, hij wordt. Ja, ik word hier blij van. Kan ik niks aan doen. Die jelly plates, die zitten met 3 in een verpakking inderdaad. Ik ga zo eventjes voor jullie erbij pakken. En dan ga ik hem ook nog even meten. Ik heb uit onze JMA Bible Journaling set nog een hele mooie grote tekst. Ik denk dat ik die hier in het midden ga stempelen. Dan gaan we wat highlights nog maken met een witte Posca. En wat spetteren. Kijk, dan doe ik vaak op die takjes ook nog een paar witte accentjes even maken. Ook op deze takjes even. Dan komen ze gewoon net even iets meer nog te leven. En wat ook wel leuk is, is om op die vlinders. Om daar met een Wink of Stella pen nog een beetje glitters aan te brengen. Ook dat is wel weer ontzettend leuk. Ja, daar nog een paar. Wat vinden jullie? Moeten we hier nog meer aan doen? Of zullen we deze lekker zo laten? Ja, het lijstje wat ik gebruik dat, met die spulletjes, dat wordt nog aangevuld. Ik wist gewoon van tevoren nog niet wat ik allemaal zou gaan gebruiken. Dus dat komt nog. Ik twijfel, zou het leuk zijn om in de hoekjes ook nog een klein beetje takjes te maken? Is toch wel leuk. Een paar kleine takjes nog. Dan komt daar nog een klein zo'n takje overheen. Soms is het gewoon net die kleine afwerking die het dan weer maakt. Kijk,
Ik hou er wel van. Net even het hoekje afwerken. Nou, jullie moeten dus nog even een tekst erbij denken. En hier komt dus nog een klein touwtje onder. En verder laat ik deze gewoon zo, gewoon lekker rustig. Ook hier dat maskstencil, ja, het komt gewoon lichtjes weer in de achtergrond. En zo kun je dus, ja, ook hiermee ontzettend leuke dingen doen. Nou, die gaan we dus even nog afwerken. Dan ga ik nu even deze dingen weer schoonmaken. En dan gaan we even kijken of we nog een tweede kaartje ook kunnen verzinnen. Dit even weer allemaal terugplakken. Want anders zijn we zo meteen alles kwijt. Even kijken, die hoort daar. Hier zit nog een vlindertje. Even kijken, ja. Ik moet gewoon even een keer een klein beetje poetsen. Maar dat maakt niet uit. Waar heb ik die andere stempeltjes? Dan gaan we zo de inkdoosjes allemaal dicht doen. Het is de Portobello, dat was deze. Ik heb de donkergroene, dat was de Spruce. En ik heb die kleur. En die. En hier heb ik mijn andere stempeltjes. Dan hebben we het weer compleet. Zo. Die roze die gaan we ook even dicht doen. Ik zie dat ik mijn hele koffie vergeten ben. Nou ja, geef niet. Wat voor kleur gaan we dan nu doen? Zullen we nu een blauwe gaan doen? Even kijken. Dan gaan we er weer. Laten we maar gewoon nog weer een slimline ervan maken. Doen we weer met een jellyplate of gaan we nu eens een andere achtergrond maken? Die jellyplate zal ik er wel even nog bij pakken, omdat ik aan jullie zou doorgeven welk formaat het was. Heb ik die handen al neergelegd? Hè? Niemand weglopen. Die heb ik hier. Ik zou hem eventjes voor jullie opmeten. Hij is 8 centimeter. Op de jellyplate. Misschien is het dan ook wel leuk om de jellyplate dan een keer zo neer te leggen. En een keer zo met de vierkanten. En dan gaan we de kleur Bali Blue met de avocado doen. Dat lijkt me wel een leuke combinatie. Hoop ik. Even de brede weer schoonmaken. Een kladpapiertje er weer bij. We gaan beginnen met de kleur avocado. Bali Blue gaan we er doorheen mengen. Wacht even. We gaan gewoon kijken of het leuk wordt hoor. Het zou zomaar kunnen dat het niks wordt.
Maar dan hebben we in ieder geval al wat basiskleur op onze achtergrond. We gaan zo meteen zien. Anders dan gooi ik hem gewoon weg. Of dan bewaar ik hem voor later voor wat achtergrondjes. Met een... Even kijken. Deze keer ga ik dan ook niet werken met een mask stencil erop. Maar ik ga gewoon alleen deze op de achtergrond duwen. Kijk eens. Het is wel tof. Want hij heeft hem ook niet helemaal goed gepakt. En dat is juist het leuke. Want het moet ook niet perfect. Dus we gaan gewoon twee van die vierkantjes maken. Nou, en zelfs alleen met de brede kun je dus ook al gewoon een ontzettend leuke achtergrond maken. Wat je hier dus ziet. Even kijken. Het zal wel ongeveer gelijk zijn. Kijken, hoe tof zou het nou zijn om hier gewoon weer lekker langs heen te stempelen met onze takjesstempels. En wat me hierbij ook ontzettend leuk lijkt, is om die hartjesstempel lichtjes in de achtergrond terug te laten komen. Dus een gedeelte van die hartjesstempel. En die wil ik ongeveer daar dan hebben. Dat ga ik in dezelfde kleur doen. Dus eerst alvast even één keer afstempelen. Ik ga het eventjes anders doen. Ik wil hem zo op de helft. Hij hoeft niet helemaal perfect. Nou, eventueel zou je nog met je breien er even overheen kunnen rollen. Kijk, zie je? Zo krijg je alleen die structuur een beetje eroverheen. Dit is toch gewoon gaaf. Ik vind het ook wel leuk om ook aan die kant dan ook terug te laten komen. Even kijken, dan moet ik daarvoor deze kant hebben. Nou, dit gedeelte moet je zien hoe tof dat alweer is om een ATC'tje van te gaan maken. Gewoon op de bonnefooi ga ik even wat afdrukken. Nou, een breier is gewoon wel ontzettend leuk om aan te schaffen. Ja, ik moet zeggen, ik was op zoek. Ik heb ook andere breiers. Maar de grote hamvraag is waar. Ik merk nu pas dat ik, tenminste tot die ontdekking kwam ik vanmorgen een beetje. Dat ik gewoon, sinds dat ik verhuisd ben, dat ik nog steeds niet helemaal in mijn vel zat hier in mijn hobbykamer. Dat ik, ja, dingen miste en gewoon niet helemaal alles uit de verf kon halen wat ik wilde. En ik merk dat dat nu gewoon langzamerhand steeds wat beter gaat. Dus ik hoop dat ik nu ook weer meer ga spelen en dat soort dingen. Even kijken, ik wil er even een andere kleur groen ook bij hebben. En dat wordt de kleur Shady Lane als ik die kan vinden. Ja, dat is de Shady Lane. En daar gaan we even wat takjes weer mee stempelen. Even kijken, waar had ik de takjes gelaten? Die heb ik hier. Dan ga ik de Jelly Plate even wegdoen.
de takjes. We gaan nu maar weer wat andere takjes doen. Even kijken. Ja, die ga ik daar plaatsen. Het zijn van die mooie, fijne takjes. Nou, ik had eerlijk gezegd nog veel meer ideetjes. Dat ik ook dacht van, leuk met witte embossingpoeder erbij. Dat gaat in deze live echt allemaal niet meer lukken. Mijn uur is gewoon te snel voorbij, denk ik. Maar weet je, het is gewoon lekker om zo even een keer een beetje te gaan stoeien. Die komt daar nog en daar nog. Dan gaan we naar beneden toe dit takje doen. Ga ik ook weer de Shady Lane kleur voor gebruiken. Dat is gewoon een hele mooie kleur. Kan een breier alle soorten producten uitrollen? Hoe bedoel je alle soorten producten uitrollen? Ja, je gebruikt het heel veel voor verf en inkten gaan dus heel goed. Nu heb ik deze eigenlijk, zien jullie het? Ik heb dat niet helemaal goed gedaan. Maar dat geeft niet, want ik denk dat ik daar in het midden een bloementoefje ga maken. Dat ik hier aan beide kanten iets ga maken en dat ik hier onderaan dan een leuke tekst ga doen. Dan kan daar ons filmstripje weer mooi op. En die gaan we dan in het blauw stempelen. En die gaan we daar ook stempelen. Ik zal straks eens even iemand uitzoeken die mijn setje met achtergrondjes heeft gewonnen. We gaan hier uiteraard nog veel meer takjes bij stempelen. En dat doen we in... Even kijken, die mooie spruce-kleur weer. Dat takje moet er niet bij. Even kijken, die gaat daar weer tussen komen. Dus ik heb straks gewoon even lekker vieze vingers. Maar goed, dat maakt niet uit. Beetje dusty of iets dergelijks. En je hebt je handen zo weer schoon. Het bijtje doen we in... groen met een klein beetje blauw. Ook deze groen met een klein beetje blauw aan de zijkanten. We kunnen daar nog weer vlindertjes gaan doen. We kunnen... ons script er natuurlijk nog weer bij doen. Ja, weet je, die vlakken. Het is soms dat je denkt van inderdaad van hoe gaat dat worden? Maar je moet soms gewoon even doorstempelen. En weet je, als het nou echt niet mooi wordt, we kunnen er natuurlijk altijd kleinere kaartjes van maken. ATC'tjes. Daar kun je alle achtergronden voor gebruiken. Dus niet te snel opgeven en bang zijn dat het niet mooi wordt. Kijk, ik heb bijvoorbeeld ook nog in onze nieuwe collectie zitten ook nog van die leuke notitieblaadjes. Nou, we kunnen ook zeggen van we doen bijvoorbeeld hier precies in het midden... straks zo'n leuk notitieblaadje. Die gaan we dan even in het groen maken.
Dan doen we daar, daar bovenop doen we weer een klein tafereeltje nog. Oh, dat gaan we ook doen. Zelfs in bruin vind ik hem nog wel leuk. Dan kunnen we daarop een tekst weer gaan doen. Oh, dat is best wel een goed idee. Ik wil alleen hier ook nog wat groene takjes hebben. Ik vind hem zelfs met bruin nog wel leuk om er gewoon dan een groene daar weer op te gaan doen. Even kijken, kleur Shady Lane. Ja, vanavond is Rihanna ook nog weer live hier in de groep. Ik heb nu gewoon even een extra live, want ik wilde gewoon graag lekker spelen even vanmorgen. Ik denk anders dan doe ik dat niet, dan ga ik niet aan het knutselen. Dus ik ga gewoon lekker de live erbij aanslingeren. Dit was de Shady Lane. Moeten alle takjes hetzelfde zijn, alle stukjes? Nee, dat hoeft niet, Janine. Dus je kan die er gewoon lekker bij nastempelen. Doen we daar een leuk postzegeltje straks nog op. En dan op deze filmstreepjes komt ook nog een mooi groen takje. Daar gaan we de kleur spruce weer voor pakken. En die gaan we een keer lichtjes afstempelen. Hier komt hij naar beneden toe. Oh, ik ga dit al helemaal leuk vinden. Waarom stempelen we eigenlijk zo weinig? Even denken, even denken, even denken. Wat kan er nog meer bij? Daar hadden we ons bijtje al. Dan kan de libelle in een mooie bruine tint er nog wel bij. De libelle komt gewoon lekker in de achtergrond. Het hoeft niet zo heel veel op te vallen, maar hij zit er in ieder geval wel. Kijk, dit is toch tof. Nou, hier ga ik dus nog eventjes, ik ga even kijken of een blauwe mooier is. Ik pak er even zo'n kaartje bij. Hoe leuk is het om er dan straks wat echte takjes nog bij te doen. Kijk, deze ga ik even in die blauwe kleur maken. Moet ik een ander blending sponsje er weer bij hebben. Oh, dit wordt echt zo totaal anders dan wat ik vanmorgen verwacht had. Maar dat is juist leuk. Nou, hier hoort dus nog weer een wit oplegkaartje op. Trouwens, de andere kant hebben. Ze hebben die eigenlijk, dit hebben ze voor mij uitgestanst, maar deze eigenlijk net aan de verkeerde kant uitgestanst. Dit is de goede kant van het papier. Dat blendt gewoon net wat makkelijker. Maar dan zit hij eigenlijk net op de kop, maar dat maakt niet uit. Hier kun je dan ook een leuke tekst in gaan stempelen, hè? Dat is misschien ook wel leuk. Kijk, zie je zo'n kaartje? Wat we ook kunnen doen is een bruine en een... Kijk, dat gaan we doen. We gaan een bruine als matlaagje er zo achter doen.
Dan komt hier die blauwe op en dan gaan we hier weer een klein framepje nog overheen doen met een leuke tekst. Ik vind dat bruine best wel leuk er weer bij. En dan komen hier nog wat bloemetjes op. En dan moet ik nog even de laatste afwerking doen. Nou, ik heb daarvoor niet alles hier paraat liggen. Dus ik denk dat ik de allerlaatste afwerking, de finishing touch, gewoon na die tijd nog even doe. Lees vanmiddag, want dat wordt hem nu denk ik niet meer. Maar ik denk dat ik er dan ook gewoon nog even wat uitgestanste takjes bij ga doen. Eyeletjes erbij op, postzegeltjes erbij. Nee Janine, niet zoveel erbij. Ik denk dat dit al wel leuk gaat worden. Lineaal om mee te spetteren. En zie, zo heb je toch weer een compleet verrassende achtergrond. Wat ik jullie nog wel even wil laten zien, want daar was ik vanmorgen dus ook alvast eventjes. Ik had een heel klein beetje geprobeerd, want ik denk, ja, ik moet natuurlijk wel een hele kleine basis al klaar hebben. En dat laat ik zo zien, maar ik wil toch nog eerst even... Oh. Ik moest nog even één ding doen. Ik wil hier namelijk nog wat langs de zijkant. En daar heb ik een heel top stempelsetje voor. Maar waar is die? Weet ik niet. Ik zie hem niet zo snel. Ik zie hem wel. We hebben namelijk ook in de JMA-collectie nog een heel tof setje met, ja, het zijn eigenlijk een soort kantjes. En dat is de stempel stamp 212. En hoe tof is het om dat er nog even zo hier langs te doen. Nou, wat ik dus vanmorgen nog even geprobeerd had, dit is dus ook die bruine stempelinkt. De Sand Dune en de Portobello. En ik wil daar dus dat vellum zo overheen gaan plakken. En dan die dame daar onderaan. Leuke tekst erop. En verder ook, ja, daar eigenlijk niks mee doen. En dat vellum zou misschien zelfs nog wel leuk hierachter zijn. Nee. Wat hierbij te veel... Maar dan hebben jullie in ieder geval dat vellum alweer gezien. Dus dat was ook nog een gedachtespinsel van mij. Als ik eenmaal bezig ga, dan gaat mijn hoofd alle kanten op. Behalve de goede kant, zeg ik altijd. Even kijken, wat voor kleur ga ik gebruiken voor het kantje? Toch die blauwe. En ik wil die niet helemaal hebben. Dus daar een stukje. Hier nog een heel licht stukje. En daar een heel licht stukje. Kijk, zie je, dan heb je toch gewoon net weer even een randje er nog weer langs. Ga ik ook daar doen. Finishing touch, zegt ze dan. Kijk eens. Oh, dit is wel echt leuk. Ik hou ervan. Meer gaan we er niet aan doen. De laatste afwerking komt dus nog. Er komt nog een tekst op en een onderkaart eronder. En ja, een paar highlights en... Dat wordt hem dan. Ik ga even kijken wie de achtergrondjes heeft gewonnen. Even spieken. Of ik zo terug kan vinden. Anders dan ga ik het zo meteen naar de... Rini Juliger zie ik voorbij komen. Ik bied weer nieuwe mogelijkheden. Nou,
ik ben benieuwd wat jij ermee gaat maken, Rini. Stuur een mailtje naar info@hobbyvision.nl en dan gaan we dat in orde maken. Ik vond het in ieder geval wel weer hartstikke leuk om zo gewoon even lekker een uurtje te spelen. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Ik ga de producten er allemaal nog bij zetten. En ja, het eindresultaat gaan jullie dus nog zien. In ieder geval voor nu allemaal weer heel hartelijk bedankt voor het meekijken. En heel graag tot de volgende keer dan maar weer. Doei doei!